Welkom bij aflevering 29 van de Vrijmiebeurs, waarbij ik in deze aflevering wil gaan kijken naar de beurscoursen de afgelopen maand en het eerste kwartaal van 2022, de inflatie die opnieuw een record bereikt en naar de hypotheek en vooral hoe recente ontwikkelingen mogelijk ervoor zorgen dat huizenprijzen niet meer zo snel zullen stijgen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl of misschien wel dat je er gewoon naar luistert want ik heb deze aflevering zo gemaakt dat hij ook als podcast zou werken dus laat in de comments weten of jij Vrijmiebeurs ook graag als podcast zou willen zien maar Vrijmiebeurs wat is dat eigenlijk nou de laatste keer dat ik een aflevering maakte van Vrijmiebeurs is alweer bijna een jaar geleden. En het idee is om wekelijks om vrijdagmiddag om 4 uur een overzicht te geven van het belangrijkste nieuws in de afgelopen week. En dan vooral nieuws dat belangrijk is of kan zijn voor jou als belegger zijnde. Maar ook zeker financieel nieuws dat impact heeft op jouw persoonlijke financiën. Dus laten we beginnen met het nieuws van de afgelopen week. En dan te beginnen met de beurskoersen. En dat doen we dan hier het dichtste bij huis in Amsterdam met onze eigen AEX-index. Dan zien we de afgelopen maand dat we anderhalf procent in de plus eindigen. En dit komt natuurlijk omdat de oorlog uh, begonnen is in Oekraïne eind februari. En dat we dus begin maart eigenlijk al wat lager stonden. Maar we hebben er in maart dus wel voor gezorgd dat we hoger gesloten zijn dan dat we begonnen zijn. Dus dat is op zich wel positief nieuws. Kijken we naar de ontwikkelingen sinds begin van het jaar, dan zien we wel een ander beeld. Dan zien we namelijk dat de AIX ongeveer zo'n 10% lager staat. Dan toen we het jaar begonnen op 3 januari. En dat is een trend die in november vorig jaar eigenlijk al werd ingezet. En dus begin maart een beetje zijn dieptepunt bereikte. Kijken we dan naar Amerika en de SP 500. Dan zien we daar de afgelopen maand een plus van 5,2%. Maar sinds begin dit jaar staat de SP 500 ook nog altijd in de min. Namelijk met zo'n 5,5%. We zien wel dat Amerika minder last heeft van de oorlog. Omdat ze er niet zo betrokken bij zijn, natuurlijk zelf omdat het verder weg van hun afspeelt in principe. En omdat Amerika natuurlijk niet zo afhankelijk is van gas en olie uit Rusland. En dat zien we eigenlijk ook terug in de vergelijking van de stok 600, oftewel de 600 grootste aandelen uit Europa. Vergeleken met de SP 500. Want dan zien we namelijk dat de stok het iets beter deed in het begin van het jaar. Maar vervolgens juist harder daalde tijdens de oorlog. En nu inmiddels wel wat hersteld is, maar nog altijd zo'n anderhalf procent lager ligt dan de Amerikaanse SP 500. Kijken we dan naar het volgende onderwerp. Dat gaat over de inflatie. En dat heeft dus eigenlijk ook wel een beetje te maken met de oorlog. Want we zien namelijk vanochtend in het nieuws dat de inflatie voor maart 2022 uitkomt op 11,9%. En dat is het hoogste percentage sinds de oliecrisis in 1975 hier in Nederland. En ook een stuk hoger trouwens, dan de inflatie. Van 7,3% die we in februari hadden. Nou speelt de inflatie natuurlijk niet alleen in Nederland, die hoge inflatie. Dat is in heel Europa zo. In Duitsland kwam de inflatie bijvoorbeeld vorige maand uit op 7,3%. En in Spanje steeg hij naar 9,8%. Kijken we waarom eigenlijk de inflatie in Nederland zo hoog is. Dan zien we dat dat vooral, kijk bijvoorbeeld naar voedingsmiddelen, eh, dranken en tabak. Dat het in maart zo'n 5,5% duurder was dan in maart vorig jaar. Maar dat juist de stijging vooral komt door de energie, inclusief motorbrandstoffen. In februari was dat bijna 52% hoger dan een jaar geleden. En vorige maand was het zelfs 103% hoger dan een jaar geleden. Oftewel, energie is meer dan dubbel zo duur geworden in een jaar tijd. Nu speelt de overheid hierop in. En dat was al zo in België en in Duitsland, maar sinds vandaag ook in Nederland. Want vanaf vandaag is namelijk de accijns op brandstoffen zoals benzine en diesel verlaagd. Bij benzine was het ongeveer de helft van het bedrag, was accijnsen. En bij diesel was dit ongeveer 40%. Maar door deze verlaging wordt benzine nu zo'n 17 cent per liter goedkoper. En bij diesel is dat zo'n 11 cent per liter. Maar de overheid is nog meer van plan, want namelijk per 1 juli gaat de btw op gas en elektriciteit omlaag... Van 21% naar 9%, wat er ook weer voor zorgt dat je thuis minder kwijt bent aan je vaste lasten, wat betreft de energie. En ook de minima, oftewel de mensen met een laag inkomen, worden dit jaar extra gecompenseerd en zij kunnen maximaal 800 euro aan compensatie ontvangen. En over lage inkomens en toeslagen gesproken, afgelopen woensdag maakte ik een video over een rapport van het CBS en het CPB. Waarin staat dat lage inkomens juist de meeste belasting betalen. Namelijk 55% van hun inkomen. Maar als je dat rapport leest, dan zie je ook dat zij veruit de meeste toeslagen ontvangen. En dat de rijkste de juist de minste betalen. En dat daardoor juist eigenlijk de politiek ook vooral daarop wil ingrijpen. En rijken en beleggers dus eigenlijk meer wil laten gaan betalen in de toekomst. Hoe dat precies zit en wat de impact is op jou. Of wat de impact kan zijn op jou. Dat leg ik uit in die video. Dus ga hem ook zeker bekijken. En voordat we doorgaan naar het laatste onderwerp wil ik het even hebben over de sponsor van deze aflevering en dat is beleggertools.nl. Beleggertools.nl is een website die jou als belegger helpt met het ontdekken, analyseren, maar vooral ook het waarderen van aandelen. Op deze manier kun je een betere investering doen door je emotie buiten beschouwing te laten en vooral te kijken naar de cijfers en de feiten. Open gratis een account op beleggertools.nl om de tools te bekijken en te gebruiken en neem een abonnement om er onbeperkt gebruik van te kunnen maken. Maar dan nu door naar het laatste onderwerp van deze aflevering en dat gaat over de hypotheek, want recente ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen minder hypotheek kunnen krijgen, wat mogelijk dan weer ervoor kan zorgen dat prijzen niet zo hard meer zullen stijgen in de toekomst. Ten eerste heeft dat te maken met de hypotheekrente, want we zien daar namelijk dat de hypotheekrente al maandenlang aan het stijgen is. De rente voor een hypotheek van 10 jaar is bijvoorbeeld sinds oktober vorig jaar inmiddels al verdubbeld, maar ook bij 20 jaar rentevast zien we bijna een verdubbeling van 1,33% in oktober vorig jaar naar zo'n 2,36% op dit moment. En deze verhogingen worden onder andere gedreven door de inflatie, en dus met de inflatie van de vorige maand zullen denk ik hypotheekrentes op de korte termijn nog wel verder gaan stijgen. En dit heeft ook behoorlijk wat effect op wat je kunt lenen. Want een hogere rente zorgt ervoor dat je hogere maandlasten hebt, waardoor je juist minder kunt lenen bij een hypotheek van 350.000 euro en een rentevaste periode van 20 jaar betaal je in de komende 10 jaar bijna 20.000 euro meer, oftewel zo'n 2.000 euro per jaar, dat je nu meer kwijt bent dan een half jaar geleden en dat is dan juist omdat je meer geld kwijt bent, natuurlijk aan de rente, maar tegelijkertijd ook minder aflost op de schuld die je hebt. En er is ook nog een andere verandering. En dat heeft te maken met de private lease. Want vanaf vandaag zijn daar namelijk nieuwe regels. rondom de private lease voor een hypotheek, zeg maar. En die moeten ervoor zorgen dat je ook minder geld kunt gaan lenen. Minder hypotheekschuld aan kunt gaan. Als je op dit moment ook een private lease schuld hebt. Want in de oude situatie. werd 65% van het totale leasebedrag. bij het BKR geregistreerd. En als je dan een schuld hebt. en dus ook een betalingsverplichting hebt iedere maand kan je gewoon minder geld uitgeven aan je hypotheek. En in de nieuwe situatie wordt niet langer 65% van het totale leasebedrag meegenomen, maar juist de volledige 100%. En deze nieuwe regels zijn er omdat er steeds meer mensen zijn die gebruik maken van private lease. We zien het aantal leasecontracten stijgen van 17.000 in 2014 naar inmiddels 214.000 in 2020. En tegenwoordig heeft inmiddels dus zo'n 1 op de 8 huishoudens een private leaseauto. Nou, de hypotheker geeft ook nog een rekenvoorbeeld van wat de impact is van deze nieuwe regels. Dat is bij een huishouden met een modaaljaarinkomen van 60.000 euro per jaar. En zij willen dan een auto gaan leasen van 350 euro per maand voor 5 jaar tijd. Als je de auto dan niet zou leasen, dan zouden ze een hypotheek kunnen krijgen van 290.000 euro. Leas je de auto in de oude situatie, dan daalt dat bedrag naar 226.000 euro. En in de nieuwe situatie kan je nog maar 191.000 euro leasen. Oftewel een auto van 21.000 euro zorgt ervoor dat je 99.000 euro minder hypotheek kunt krijgen. En dan nou ben ik wel erg benieuwd hoe jij denkt over de onderwerpen uit deze video. Vind je het bijvoorbeeld terecht dat je veel minder kunt lenen als je een auto least? En wat denk jij over de huizenprijzen, wat ze gaan doen? Juist nu deze nieuwe regel er is en de stijgende rentes die we zien? En hoe kijk jij naar het inflatiecijfer van 11,9%? Laat het weten in de reacties onder de video. En vertel dan meteen wat jij vindt van Vrijmuurbeurs en of jij het weer wekelijks terug zou willen zien komen. Wil ik jou bedanken voor het kijken of voor het luisteren. En vergeet niet te abonneren als je in de toekomst niets meer wilt missen. Een fijn weekend en tot de volgende keer.